Hallo. Hallo. Dag Ja, Mari en Jan. ik heb me al helemaal voorbereid op dit gesprek, want Oh, van helpen. wordt het gezellig. Amber, welkom. Wat fijn Dankjewel. dat Ja. je. Kijk, Mari staat op en wij staan op, doen het ook vandaag, hè? Dus jij bent hier vandaag natuurlijk om vanuit jouw jeugdige leeftijd jouw visie weer te geven over de laatste en derde serie. Dit klinkt als zo'n opa-zin. Ja, Jeugdige. maar daar beginnen we mee. Kijk, ik ben ook een beetje opa vandaag. Want ik heb echt met verrassing, verbazing, verbijstering zitten kijken naar deze uitzending, moet je eerlijk zeggen. Wel, hoezo verbijstering en hoezo verrassing? Nou, ik was natuurlijk zeer onder indruk van je filmpje met het gehandicapte kind. Kees, ja, met Kees. Daar kom ik zeker op terug. Maar wat ik heel goed vond, was dat je dit keer zowel vragen aan jezelf stelde, maar dat seksualiteit, dat relatievorming, dat al dat soort dingen ook aan de orde kwamen. Maar wat niet aan de orde kwam, en die vraag heb ik je vorige keer al gesteld. Heb jij nou wel of geen gehandicapt vriendinnetje gehad? De vorige keer zei je dat dat een spoiler was. Daar kom je nou niet mee weg. Jawel, zeker wel, want het is nog steeds een spoiler. We zijn nog niet klaar met de serie. Nou, Amber, wat vond jij ervan? ik vond het een hele mooie aflevering. Was heel nieuwsgierig naar. Ik had al een beetje door vorige week dat dit het onderwerp ging zijn in de. Dit komt in de volgende aflevering. En ik weet dat het heel erg onderbelicht is. Seksualiteit en handicap. Maar ook inclusie op het gebied van werk en dat soort. Op alle vlakken eigenlijk. Ik vond dat stukje over tv ook heel goed. Ja, en omdat dat de punten zijn waar je zo weinig over hoort, is het eigenlijk best wel een witte vlek. En bij de volgende twee afleveringen, konden mensen die niks met handicap hebben, misschien ook makkelijker zelf een invulling maken. En bij seksualiteit en handicap en mensen die werken of studeren of wat dan ook doen, heb ik toch meer het gevoel dat ze denken, oh, of seksualiteit, daar doen mensen met een handicap niet aan. Die werken ook ergens, maar niet bij mij in de buurt. En dus ik denk dat dit een hele mooie invulling was van die onderwerpen. Wat mij eigenlijk heel erg bijgebleven is, Marie. Kijk, ik kom natuurlijk uit de jaren 70, hè, dus seksualiteit was daar eigenlijk heel normaal. Maar niet Zeker. bij mensen met handicap, want gehandicapten hadden geen seks. Hè. Nee. Nee, maar dat is pas later uitgevonden, toch? Dat is pas later uitgevonden. Hè. Dus ik bedoel. Maar wat ik ook heel goed vond, ook degene die aan sekszorg deed, die persoon die erbij was, Ja, en ook de persoon in kwestie muziek. waarmee je in gesprek was, ik vond dat een ongelooflijk tof gesprek. Ik ook. Weet je, dat gaf echt aan waar heel veel mensen met een beperking, zeker ook jongeren, mee zitten. En ook wat hij ook vertelde, weet je wel, over porno bijvoorbeeld. Dat heel veel mensen met een handicap, zeker jongeren, ook een totaal verkeerd beeld krijgen, omdat ze vaak nog geen relatie of vriendschap hebben gehad. Dus ik moet je eerlijk zeggen, dat vond ik wel behoorlijk baanbrekend om het op die manier te doen. Dus daar wil ik je echt een compliment voor geven. Dankjewel. Ik vond het ook oprecht een van de tofste gesprekken die ik heb gehad voor deze serie. En dat had met name te maken met dat het een avond was. Dus eigenlijk waar ik van baal is dat we niet langer de tijd hadden om dit gesprek. Ik zou het liefst nog een versie van een half uur willen maken, bij wijze van spreken. Want het Zeker. gesprek duurde 1,5 uur. Maar ja, in dit concept wat we maken, hè, als je het over zoveel dingen wil hebben, dan heb je natuurlijk maar een beperkt tijdslot. Maar wat zo mooi aan het gesprek was, is dat we. Ik heb daar heel erg veel, nou, wakker van gelegen, bijna. Zo van, hoe doe ik dat nou goed?
Want voordat je het weet, dan maak je een, heb je een gesprek wat je al zo vaak op de hebt gezien. Oh, je hebt een handicap en je sekswerker, een soort sensatie. Tegelijkertijd heb je ook weer te maken met dat je het wel degelijk het beestje bij het naam moet noemen. Je kunt niet eindeloos rond de pot blijven draaien met zo'n onderwerp. En ik ken mezelf als Brabander, die neiging heb ik nou helemaal snel. En ik heb het enige wat ik heb gedacht is, er gaat pas kwetsbaarheid zijn als ik mezelf ook kwetsbaar durf op te stellen. En dat het meer een gesprek wordt over gedeelde ervaringen die we hebben gehad. En dat was de basis van het gesprek. En daardoor ontspande de boel ontzettend. En omdat Erik en Lisa gewoon fantastische mensen zijn, werd dat ook gewoon een... Vergat ik ook dat de camera erbij was, want het was gewoon een heel boeiend gesprek die je eigenlijk met wijn op tafel op een vrijdagavond kunt hebben. Als, weet je wel, zo'n typisch gesprek dat je denkt, wauw, dat gesprek blijft me altijd bij. En die sfeer die konden we in de montage toch nog wel vasthouden ofzo. Ik ben daar heel trots op. Hey, maar dat had je ook eigenlijk op het moment dat je met je hele oude vrienden, ja, aan tafel zat. En je vertelde over Tinder en je ervaring die je daarmee opdeed. Ik denk dat voor heel veel mensen, hoe ze om zeggen? Ik heb dat soort dingen ook meegemaakt. Ja, niet op Tinder, ik had geen Tinder. Maar Amber, ja. Heb jij ooit wel eens iets met Tinder gedaan? Ik heb Tinder dus ooit bekeken, omdat iedereen het bekeek. En toen dacht ik, ik ga ook eens kijken. En toen dacht ik, laat maar. Maar dat komt eigenlijk, dat heeft denk ik, of ik heb het idee uit de aflevering dat het een andere reden heeft dan, dan bij Mari. Omdat ik had, heb wel tijdens mijn puberteit altijd het gevoel gehad dat mensen mij op zich wel leuk vonden of leuk zouden kunnen vinden. Maar ik vond zelf mensen nooit zo leuk. Of heel weinig in ieder geval. Ook dat dus kan een goede reden zijn om niet aan Tinder te beginnen. Ja. En ik vind het zelf heel moeilijk om niet te weten op wie je welke indruk maakt. Mm-hmm. Ja. Dus of die nou positief of negatief is. Zelfs als het een hele grote groep is, Facebook of zo, dan weet ik nog steeds, het zijn ongeveer mijn Facebook-vrienden en de daaraan verwante vrienden een beetje. En dan kan ik die groep een beetje inschatten. Maar ik vind het zelf heel lastig om dat te hebben bij mensen van wie ik echt verder geen idee heb. Ja, jij strot je wel een beetje in de wereld in en je hebt geen controle over hoe anderen je zien. Iedereen heeft ook maar, en iedereen geeft mij ook maar een bepaald beeld. Ik ben sowieso best wel dat als ik vrienden heb, ik heb hele lieve vrienden, maar en daar ben ik dan heel blij mee en daar deel ik ook best wel veel mee. En daarbuiten wel snel minder. Ik heb ook heel veel bedacht dat Tinder natuurlijk op heel veel vlakken anti-handicap is. Snap ik bedoel. Als iets jouw handicap, wat ik zelf schitterend vind aan het hebben van een handicap, is dat je op een hele andere manier met kwetsbaarheid leert omgaan. En dat je dus ook heel anders leert kijken naar het... achter het plaatje kijkt en die eerste indruk wat bevraagt eigenlijk. En dat is precies waar Tinder niet over gaat. Het gaat niet over kwetsbaarheid en het gaat niet over achter het plaatje kunnen kijken. Het gaat over naar het plaatje kunnen kijken en zo stoer of niet kwetsbaar mogelijk willen zijn. Dus in wezen is het een soort antithese op een wereld die ik zou willen zien. Ja, en wat zeg je dan tegen iemand? Ik bedoel, Jos en ik zijn getrouwd, maar toen ik Jos leerde kennen, toen, dat is altijd de grap die wij maken, toen heb ik niet gezegd van ik zit in een rolstoel, maar over 6 weken dan ben ik uitgerevalideerd en dan huppel ik weer vrolijk rond. Dus
mensen vragen er toch snel naar, zeker als ze je niet kennen. En ik heb die gesprekken al genoeg in de supermarkt, dat mensen je aanspreken. En ik zou ook niet bij iedere Tinder match willen dat iemand vraagt, oh, en daarom zit je in de rolstoel. Ja. Hé, maar hoe heb jij die man van jou ontmoet? Want Tinder is een manier van ontmoeten. Als je die niet gebruikt hebt, hoe kom je er dan aan? Ik bedoel, dat is toch een vraag wat heel veel van ons kijkers zich altijd afvragen. Van, waar komen ze vandaan? Ik vraag het niet voor mezelf, ik vraag het voor een vriend. Ja, dat vraag ik mezelf ook nog steeds af. Maar dat komt een andere app, die heet Twitter. Nee, daarin had ik voor Wij Staan Op laten weten dat wij naar de Tweede Kamer gingen. Als Wij Staan Op. In 2015 ergens of zo. En toen dacht Jos van, nou, dat is leuk. Ik ga ook kijken, want ik studeer in Leiden. En dan is Den Haag niet zo ver weg. En nou ja, toen kwam hij binnenlopen. Toen gaf hij mijn hand. Toen zei hij, hoi, ik ben Jos, wie ben jij? Toen zei ik niks. Toen zei hij dat nog een keer. Toen zei ik nog steeds niks. En uiteindelijk zei ik, oh ja, hoi, ik ben Amber. Was dit een poging om Hard to Get te spelen? Of, ja. Of... Nee. Of had je het niet want door? Dat was dan niet gelukt, want ja, Jos moest daardoor een beetje inschatten wat mijn handicap precies was. Ja, ja. En ik zei, eigenlijk kan ik wel goed praten hoor. Dus, en nou ja, zo hebben wij elkaar ontmoet. En toen kwam hij heel lief met de auto vanuit Terneuzen naar Tilburg gereden voor een date. Oh. En toen, hadden we een date. En toen hadden we er nog één. En daarna nog 20. En zo is het gekomen. Zo is het gekomen. Dus 23 dates verder. Ik heb geen idee, maar je hebt goed geteld. Beter dan ik. Maar en het was best wel, het was wel heel bijzonder. En we hadden natuurlijk veel raakvlakken die overigens vrij weinig met handicap te maken hadden. Want ik merk altijd bij de mensen waar ik het blijst van word, daar kan iedereen zichzelf zijn. En wij hebben het volgens mij over alles gehad, behalve handicap. En er was één ongemakkelijk moment op de eerste date dat hij me toch een soort van naar het toilet moest helpen of zo. Ja, nou ja, maar dan ben je heel erg verliefd, dus dan zet je je daar maar overheen. Maar verder hebben we volgens mij de hele wereld besproken, behalve mijn handicap. Hey, wat ik heel vaak hoor, hè, stel ik aan jullie beiden. Maakt nou verschil of je een handicap hebt als man of een handicap als vrouw? Om relaties te krijgen. Dat is echt een discussie altijd, hè? Het is moeilijk. Het hangt sowieso natuurlijk af op wie je valt, hè? Ik denk zeker. Daar hebben we met Maurits natuurlijk laatst heel erg over gehad. Ik vind het altijd heel moeilijk om in genderclassificatie te denken. Maar misschien dat anderen het beter kan. Ik denk dat je als man wel misschien met andere dingen worstelt. Namelijk het maatschappelijk beeld van de perfecte schoonzoon die een schuurtje kan bouwen en het kind uit het raam kan opvangen als het nodig is. Dat is natuurlijk niet helemaal altijd op van toepassing. Dus zeg maar, dat verknipt beeld van mannelijkheid, daar moet je je wel een houding toe willen geven. Ik vermoed wel dat het een verschil maakt, ja. Maar dat... Wat denk jij, Amber? Ik denk dat het voor mij in ieder geval is dat ik me wel goed voel over mezelf. Niet per se in seksueel opzicht, maar gewoon
als mens. En dat ook probeer uit te stralen. Dus dan... dus ja, ik heb over het algemeen... Ik heb niet echt veel relaties gehad. Maar ik heb over het algemeen wel altijd... dat mensen daar goed op reageren of zo. Ik heb daar niet echt achterliggende ideeën bij van ik kan een baby denk ik best wel iets bieden. Misschien of ja, misschien niet heel zoals je meteen als moeder denkt van oh nou, zo ziet een moeder eruit. Maar ik denk dat dat ook heel erg iets is dat in de samenleving speelt. Ja. Want dus je moet heel, of ik moest heel erg mijn eigen weg daarin zoeken. Want ik ben bijvoorbeeld wel eens naar een dokter geweest, als ik 15. En toen, nou ja, ik had iets met mijn menstruatie. En toen zei die dokter van, neem je toch gewoon de prikpil, want dan ben je overal vanaf en je krijgt toch geen kinderen. Ja. En dat voordeel. Ja. Wat een ongelooflijk grove reactie van die dokter. Dat is toch echt... Ja, nou, dat vond hij zelf helemaal niet. Hij vond het gewoon een heel goede oplossing. Ja, dus ik... Nou, voor mij komt er een tweede film aan, Mari. Nee, maar ik zou als... En dat is natuurlijk altijd moeilijk, maar we moeten natuurlijk... Misschien vul ik dat ook te veel in als man natuurlijk. Want in die zin is je vraag heel moeilijk, Jan. Want ik ben natuurlijk nooit vrouw geweest. En ik heb nooit die transformatie meegemaakt. Maar ik kan me wel voorstellen dat de wereld is natuurlijk gebouwd op witte mannen van 40 jaar en ouder. En op het moment dat je en vrouw en een handicap hebt, is dat wel echt een dubbele achterstand. Je hebt een feministische strijd te voeren en dan ook nog een strijd van een handicap die soms wel intersectioneel denken, maar soms ook absoluut niet. Dus ik kan me toch wel... Ik prijs me gelukkig dat ik handicap heb en man ben, denk ik. Maar nogmaals, dat vind ik een moeilijke om te beantwoorden. Ik weet niet. Ik denk dat het mensen gegund moet worden om daar zelf een beeld over te vormen. En ik denk dat dat nu heel vaak niet zo is. Ik heb bijvoorbeeld, ik weet niet hoe dat voor jou is, maar ik heb op school nooit seksuele voorlichting gehad. Of zoiets. Jij wel, Marie? Jawel, ik wel. In groep 8 heeft de docent op een gegeven moment gevoeld dat het onderwerp begon te leven. Die is toen heeft het hele dagrooster die dag weggegooid. En heeft gezegd, vandaag gaan we het alleen maar daarover hebben, over seks. Alle vragen die je hebt, mag je stellen. Dat was een fantastische move van mijn basisschooldocenten. Maar die seksuele voorlichting was nooit toegespitst op... En wat doe je dan als je een handicap hebt? We hadden de biologieboeken die iedereen had. Terwijl dat is natuurlijk ook nog best wel een extra lesstof die daarbij zou mogen komen. Wat Erik ook zegt, je weet niks. Je ziet de porno die iedereen ziet. En je denkt, dit lukt niet, dit lukt niet en dit lukt niet. Ik bedoel, probeer je daar maar eens doorheen te worstelen. Dat zou wel mooi zijn als extra lesstof. Ja, maar ik denk dat het voor mij persoonlijk ook wel breder is. Want het is sowieso, hoe voer je een gesprek, zeg maar, waarin je je met iemand die je graag mag... hoe kun je daarin kwetsbaar opstellen en hoe voer je dat soort gesprekken met je vrienden, met mensen die je dierbaar zijn, hoe geef je aan wat je graag wil, misschien niet eens op seksueel gebied, maar ook in vriendschappen en in emoties en in alles wat erbij komt kijken. Het is gewoon een hele bubbel die helemaal weg, ja, die er niet is vaak voor mensen met een handicap. Zeker als je in een instelling woont, is het vaak lastig om te bedenken van, ja, wat vind ik nou fijn en aan wie kan ik iets vragen en hoe regel ik dat dan praktisch? Niet per se met een sekswerker, maar niet per se met een sekswerker. Maar hoe kan ik bellen? Moet ik
ja, ik wil niet dat iemand op het verkeerde moment ineens binnenkomt. En dat zijn allemaal dingen, ja, waar, ja, waar geen gesprek over wordt gevoerd. Ik bedoel, zeker in de instelling heb je ook geen sleutel op de deur. Had jij een sleutel op je deur? Ik bedoel, dus dat geeft ook al geen vrijheid om met een vriendje of vriendinnetje ergens naartoe te gaan. Dan moet je naar de kinderboerderij, hè Jan? Ja, of naar het aangeslet, zoals ik dat deed. Het heeft ook voordelen, die rolstoel. Je kunt, je kunt zonder verdachtmakingen naar het toilet toe met je bed. Ja, dat was de enige die je op slot kon doen. Dus, Ja, precies. Ja.